Ja, het vliegveld dat ligt al heel lang. En na dat 77 jaar een militaire aanwijzing heeft gehad, wordt het vanaf vandaag een civiel vliegveld. Nou, de opening betekent een nieuw veld waar bijvoorbeeld testvluchten met onbemande vliegtuigen kunnen worden gemaakt. Het betekent een nieuw vliegveld waar allerlei bedrijven zich moeten gaan vestigen. En of dat uiteindelijk allemaal zo mooi zal worden als we nu hopen dat het wordt, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat het voor de regio fantastisch is. Maar niet alleen voor Twente, omdat het heel veel banen oplevert hier. Maar ook voor Nederland, omdat deze luchthaven een proeftuin wordt voor de bemande en de onbemande luchtvaart. Er was een paar jaar geleden was er sprake van dat het misschien echt een burgervliegveld zou worden, of daar werd over gesproken. En is dit dan niet een beetje een teleurstelling? Dat moeten we aan de mensen vragen. Ik weet wel dat er veel mensen vragen of bellen, ook naar de gemeente Enschede, met de vraag wanneer kunnen we naar Spanje vliegen. Dat is voorlopig niet het geval, tenzij je in bezit bent van een eigen jet. Dan kun je zelf vliegen. En anders dan moet je toch nog steeds vanaf andere vliegvelden hier in de buurt. Je moet in de luchtvaart eigenlijk grootschalig passagiers vervoeren. Dat moet je doen vanaf een beperkt aantal vliegvelden. Want anders willen luchtvaartmaatschappijen ook niet meer komen als ze niet per vliegtuig een flink aantal passagiers kunnen vervoeren. Dus ik ben zelf blij dat het niet gebeurd is, want we hadden er jarenlang geld in moeten steken en volgens mij was het toch niet geslaagd. Dit is een veel beter initiatief en nogmaals, of het uiteindelijk zal brengen wat we allemaal hopen, weet ik niet. Maar dit geef ik echt een goede kans en de regio kan er ook echt van profiteren. Ja, we gaan hier hele spannende dingen doen die goed zijn voor de luchtvaart, goed zijn voor de regio en niet voor overlast zorgen voor de burgers en de natuur. Nou, wat wil je nog meer?